We zijn gestart met softwareontwikkeling. De software is gebaseerd op computer-aided engineering. En dat betekent dat wij zoveel mogelijk kennis van de tandtechnieker in de software proberen te krijgen. Zodanig dat je op een hele efficiënte en een consistente manier een prothese kunt ontwikkelen. Wij zijn Avedent. We zijn 10 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe productiemethode voor een kunstgebit. Die werden destijds op een hele traditionele manier geproduceerd. Resulterend in een product wat vaak niet goed paste bij de patiënt. Veel nazorg had bij de tandarts. En daar dachten wij wat aan te kunnen doen. En dat is ons gelukt. De scans die worden door de tandarts doorgestuurd naar ons bedrijf. Vervolgens worden die scans omgezet naar een digitaal ontwerp van een prothese. We beginnen met een puck, een kunststof schijf. Doordat we de prothese uit één deel frezen, vindt er ook geen krimp meer plaats in het proces. Omdat die gefreesd wordt, is die ook 1-op-1 hetzelfde als de scan die wij van de kaak maken van de patiënt. En de pasvorm wordt daarmee aanzienlijk beter. Dat geeft ook het voordeel dat er geen onderdelen meer in elkaar verlijmd hoeven te worden, waardoor de prothese natuurlijk schoner blijft. Dus er ontstaan bijvoorbeeld geen zwarte randjes meer rond de tandhalzen. Uiteindelijk voor de tandarts zijn de voordelen dat het proces veel efficiënter gaat. In de plaats van traditioneel 5 tot 6 afspraken heeft hij nu 2 tot 3 afspraken met de patiënt, waardoor er veel meer stoeltijd beschikbaar is voor het behandelen van andere patiënten. Dus financieel gezien efficiënter voor de tandarts. Het grote voordeel ook van het digitale proces is dat je de informatie van de patiënt gedurende de hele leven mee kunt nemen en ook kunt behouden.